wat denk je wel niet wat het allemaal gekost heeft om deze Chianti-flessen te legen? Dan heb ik hetzelfde een beetje met die merken gekte. We zijn in Hollywood, we zijn in Hollywood. Het Mediapark. Komt u maar. Even de topjes meenemen, hè? Ja, die gaan mee. Nou, eens kijken wat hier allemaal gaande is. Kijk eens. Hey. Hallo. Hier hangt dus het hele gedoe. Zal ik dit er alvast bij hangen? Want we maken graag combi's, hè? Nou, ja, oké. Okay. Oh, jeetje, Milan. Ja, wel, we moeten een beetje overzicht bewaren. Wil je dit? Zou ik eventjes verstreken willen hebben? Strijken? Ja. Oh, is dit niet iets wat je 's nachts in bed aan doet? Zullen wij dat beoordelen? God zeg, ik blijf strijken. Hoe duur is dit, meneer de boer? Hooguit 195, 120 gulden kost in de winkel. Ik vind het wel mooi. Nou, mooi. Het verandert van kleur als ik het strijk. Dat klopt. Het ziet er beeldig uit. Meneer de boer. Heeft zij nou ook van die... Nee. Mijn riem is een beetje te groot. Geef maar hier, ik maak wel even een gaatje bij. Althans, dat ga ik ze even Milène laten doen. Dankjewel. Milène, hoeveel gaatjes moeten erbij? Nee, er is één gaatje extra. Ben je afgevallen? Ja, echt mooi wordt dit niet, hè? Gelukkig hadden we een gaatje staan. We gaan even verder, want er moet nog een hoop gebeuren in het kledinghok. Oh, die labeltjes die moeten er weer aan, ja, alsof ze niet gedragen zijn. Alsof ze niet gedragen zijn, dan kunnen ze gewoon weer terug naar de winkel op die manier. En dan hangen ze er gewoon weer in. En dan komt er iemand die komt en die weet niet eens dat hij iets koopt wat Anita Witsier aan heeft gehad dan. Als dit weer terug gaat doen. Nee, dat is inderdaad zo. Het is ook weer iets heel fijns. Erheen. En dan schiet. Gebeurt er niks. Nou, het is best moeilijk. Ja, dat is ook nog helemaal geen... Geen eenvoudige taak. Nou, hard schieten. Ja, ik schiet me suf. Naar beneden houden en dan schieten. Het is je gelukt, ja. Milan. Dit ding is useless. Ja. Are you decent? Hi. Ja, Milan en ik, mijn PA voor vandaag. Echt waar? Hey. Waarom heb ik dat niet? Nee, nou ja, ik ben in te huren hoor, ook voor Power Women. Hoe is dit? Heel veel geld. Ja, kun jij betalen. Hé, leuke outfit, maar ik dat broekje... Het is mijn eigen broekje. Ja, maar mag voor mij wel een ander kleurtje hebben. Wat dan? Paars. Maar dit paars is toch een lekker vak? Daar is toch ook een broek van? Nee, maar dat is te veel. Witte? Ja, dat lijkt me fantastisch. Hier moet je ook nog heel erg met het... Met het decor rekening. En dan vond ik het ook wel leuk om ook dit vandaag eventjes te combineren. Het is natuurlijk heel pastellerig. Precies, heel erg belangrijk dat je hier niet te zachte kleuren gebruikt. Of bijvoorbeeld bruin tinten, want dan gaat ze volledig over in decor. Dus wat je net ook op beeld zag, dat knalrood of het hardblauw wat er nu aan zit te komen. Dat zijn dingen die het echt fantastisch doen. Nou, ik ben benieuwd wanneer de teams er aan komen. Moeten we daar ook nog wat aan stylen of niet? Nee. Maar je kunt wel als iemand er heel raar uitziet zeggen, weet je zeker dat je zo op tv wil? Zeg, weet je zeker dat je zo op tv wil? Ja, ik dacht gewoon mijn eigen kloffie. Nou, ik ga nu, ik moet... Moet je op? Ik moet op. Ben je voorzichtig? Ja. Het is wel ontzettend een knappe jongen, maar het is wel een getailleerde tuinslang. Is het niet te donker? Je vindt het niks, hè? Ik vind het wel leuk. Ze vindt het niks. Ik vind kijk, hem kan je een linnen een jute zak aantrekken. Ja, nee, dat zegt wat een mooi linnen overhemd heeft hij aan. Dus wat dat betreft, het komt wel goed hoor. Met hem. Het ziet er heel mooi uit, hè? Ja, maar zij kan natuurlijk alles aantrekken. Nee, maar dat bedoel ik met wat ik net al zei met televisievrouwen. Dat ze er over het algemeen echt rekening mee houden wat er op beeld goed is en wat er op beeld fout is. Veel beter. Veel beter dit broekje. Veel beter. Veel beter gewoon. Dan zit hij dus ook. Een leuke combinatie. Ja, lekker ding ben je. Je hebt het zelf uitgezocht. Ja. Dames en heren, applaus voor Anita Witsier. Wat je? Kijk, mooi hè, met het paarse broekje. Ja, maar als het zwart was geweest, dan was dat toch een stuk saaier geweest. Ja. Nu gebruik je dat paars om dat blauw weer iets te sterken. Dat vind ik dus altijd een leuke sport. Dit loopt. Ja. Dan gaan we nu naar... Lekker, ben ik blij mee. Studio 5. Hè? Ja, dan gaan we nu Studio 5 naar het Zwarte Schaap. Met? Inge Diepman. Inge Diepman. Herksamen, dat zij ook. Ja, blond is ze. K5. Laat maar raden, kleedkamer nummer 5. Nee, we horen niks, dus we kunnen gewoon naar binnen toe. Discretie is haar middel nemen. Kijk, als je het nou over styling hebt... Dan zouden ze hier toch ook wel wat
smaak kunnen gebruiken. Is dat de lichtvoetige tred van mevrouw Diepman? Hallo. Mark, Milène. Personal assistant van meneer De Boer vandaag. Jij riep nog, ik heb zelf een paar oorbellen meegenomen. Want ik vind het vaak iets te kaal zonder oorbellen. Mag die nog even zien? Ja, maar jij wil geen oorbellen, zijn het Nou, ik vind die ketting best heel flink, dus het moet niet te groot zijn. Ja, maar dan heb ik van jou altijd geleerd dat je dingen moet terug laten komen. Dus ik dacht, nou, dit past misschien wel bij elkaar. Zo in één opslag zie ik dat. Zijn jij niet net Iris een vak? Oké. Dat wil niet zeggen dat ze geen smaak heeft. Ja, ik heb absoluut smaak, maar als het om styling gaat, dan wil ik graag het laatste woord hebben. Oké. Okay. Bye-bye. Volgende afspraak, Sheila de Vries, Amsterdam. Ja. Oké. Okay. Zakendineetje. Mijn nachten in Miami waren zo opwindend. Ik heb dus gezegd dat alle modellen een stringetje moeten. We zetten er een windmachine onder. Merci. Letten. Disco, zwetende lijven, bruine benen. Opwaaierende damesrokjes. Opwaaierende damesrokjes. Maar ik wil gewoon mooie lijven, opwindende muziek. En vrouwelijke jurken weer. Mannelijke broekpakken, een beetje militaristisch, ja, ja. Desertachtig, maar daarbij transparante, beeldschone vrouwelijke avondjurken. Enfin, ik ben weer helemaal te buiten gegaan. Ja, maar gouden en zilveren, ja, dat is gewoon ja, iets waar je erin moet kleden op de bühne. Ja. Ja. Dat spettert van het toneel af, maar daarbij willen ze ook iets te zien. De sessie van meneer De Boer met Barbie poppies, hij heeft er 300 thuis. Dat is echt nichtig. Barbie is steriel, hè? Ja, dat doet mij dus helemaal mee. Zo'n vrouwtje met de perfecte maten, met van die kleine handjes en van die haartjes, van die kleine lapjes. Knoopjes en nee, ik haat Barbie poppen. Ik vind het meest walgelijke popje wat er bestaat. De La Hépié. Connie Mus, u zit toch als correspondent in het Midden-Oosten? Lijkt me helemaal niks, altijd maar ruzie. Ik ben blij dat ik daar niet zit. U heeft mij nodig. Ja, is dat niet een beetje gevaarlijk? Oh, ik krijg een kogelvrij vest en een helm. Nou, dat is een hele geruststelling. Mag ik daar een weekje over nadenken?